Welkom bij deze video over Human Design. Human Design heeft mij echt heel veel geholpen om dichter bij mezelf te blijven als ondernemer. En om ook te weten van, nou, hoe neem ik beslissingen. Eigenlijk is het een soort blauwdruk van jezelf, een soort gebruiksaanwijzing. Nou, ik krijg heel veel vragen van ondernemers van, ja, maar hoe kan Human Design mij helpen bij mijn marketing? Nou, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Dus daarom heb ik Jeanette Lamme uitgenodigd voor deze video, om daar wat meer over te vertellen. Welkom Jeanette. Hi Martijn. Human Design en marketing van ondernemers. Wat is eigenlijk, welke types zijn er eigenlijk binnen Human Design? Je hebt 4 types. Althans, dat is een hoofdindeling die mm-hmm. je kunt maken. En verreweg, de meeste mensen van ons zijn generator. 70% van de mensen is generator. Dat okay. is een van de types. Daar ga ik straks het over vertellen als je er wat over wil weten. De meest ondernemende type, dat is de manifester. De manifester. En dat is 8% van de mensen. Oké, dus eigenlijk zeg je dat 92% van de mensen niet een ondernemer is. Eigenlijk. Ja. Niet bedoeld om vanuit zichzelf te starten als ondernemer. Okay. Zo kan je het misschien het makkelijkste zeggen. Ze zijn niet bedoeld om te initiëren, om het initiatief te nemen in dingen. En alleen de manifester, die heeft een hele zelfstartende energie. De manifester, dus 8% van de mensen, dat zijn de zaaiers in het leven. Dat zijn de mensen die voelen van, oh, hier werkt het niet meer. Ik ga het zo en zo doen. En dan gaan ze op pad en dan gaan ze ontdekken. En dan zien ze wat voor nieuwe mogelijkheden er in de wereld neergezet kunnen worden. Okay. Er zit alleen een risico aan. De zaaiers, dat zijn niet de mensen die het land bewerken. En dat zijn ook niet de mensen die oogsten over het algemeen. Dus als je manifester bent, dan heb je een heel goede kans dat je een goede start kunt maken als onderneming. Maar je zult misschien snel verveeld zijn. Dat is een okay. risico. Soms is het ook moeilijk om geld te genereren. Want wie gaat oogsten? Vaak ben je zo bezig met, om het zo te zeggen, buiten spelen en je ontdekkingen te doen en je boodschap te vertellen, dat er het werk op het land en het oogsten eigenlijk vergeten wordt. Dus eigenlijk is mijn boodschap, als je als manifester een bedrijf start, zorg wel dat je mensen hebt die de taken voor je doen waar jij niet zo goed in bent of waar je niet voor bedoeld bent. Oké. Dus een manifester, om echt in je eentje te gaan ondernemen, is wat lastig. Ja. Oké. En ik begrijp ook dat manifestors worden snel moe. We zijn echt zo'n soort impulsen dan. Ja. Moe streep verveeld. Ze zijn geen energietypes vanuit het stuk dat ze, zoals een generator, dat zijn echt de werkers van deze wereld. Daar kom ik straks op terug. Maar de manifester die heeft iemand die heel snel kan starten. Als die voelt van, nou, hier heb ik wat over te vertellen. Dan, ja, dat is een beetje roofdierenergie, zeg ik wel eens. Die kunnen sprinten, maar als ze dan gedaan hebben wat ze moeten doen, dan moeten ze rusten. Okay. En op hun moment. Op hun moment. Op hun moment. En niet als een ander zegt van, ja, het is nu er de klok gaat. Het is als zij voelen, ik ben moe, dan ga je rusten. Ja. En qua marketing, wat is voor hun een goede marketing aanpak? Ja, vooral vertellen wat ze gaan doen. De manifester heeft ook wel eens het gevoel dat hij mensen kwijtraakt doordat hij zo'n zelfstarter is. Ja. En dat mensen geïrriteerd raken omdat het eruit ziet dat hij wegloopt, maar hij gaat juist iets doen. En to inform, zeggen ze in Human Design, is de beste strategie. Dus vertel de andere mensen wat je gaat doen. Ik ga nu weg, want ik ga nu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Of ik ga nu dit in de wereld zetten. Maar zou het kunnen zijn dat zij dus ook advertenties plaatsen, op Facebook heel actief zijn? Want dat is eigenlijk wat je traditionele, wat je denkt bij ondernemerschap. Ja. Hè? Je moet van de daken schreeuwen van kijk mij en volg mij en ik doe mooie dingen. Klopt dat? De enige bij wie het dan een beetje vanuit ondernemerschap geldt, zou voor de manifester zijn, zeg maar. Maar zelfs daar. En weet je, er zit natuurlijk, wij maken het nu heel plat, omdat we alleen van die 4 types uitgaan. Bij die manifestors, je hebt ook al die vakjes hè, en je hebt allemaal lijntjes. Is er nog iets daarin wat je zegt van dat is voor de manifester ook nog wel belangrijk om even naar te kijken? En ja, want zoals we in dit korte filmpje natuurlijk doen, is inderdaad heel plat slaan en uitgaan omdat alle mensen in 4 types in te delen zijn. Ja. Maar dat is een soort hoofdcategorie. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je een soort innerlijke autoriteit hebt. En dat is een van die vakjes waar je naar je moet luisteren om de juiste beslissingen te nemen. Dus dat hangt er ook weer vanaf. Wat voor type manifester je bent, vanuit wat je op een gezonde manier, zeg maar, je boodschap gaat verkondigen en je ding gaat doen. Oké.
Ja, dus licht genuanceerder, maar ja, in principe... Voor de een zal het vanuit emoties zijn en vanuit de ander zal het vanuit wilskracht zijn. En, ja, en als je dat op de niet juiste manier voor jezelf doet, dan loop je leeg op die energie en dan ben je voor jezelf niet goed bezig. Dat is het belangrijkste. Nee. Oké, dus het ligt nogal genuanceerd inderdaad. Ja. Maar belangrijk is, van verzamel mensen om je heen. Ja. Voor echt het werken, voor zeg werk, maar. Ja. En de energie. Ja. En informeer mensen. Ja. En daarnaast kijk even waar je innerlijke autoriteit zit, inner authority, en volg die. Ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we natuurlijk de generators, de grootste groep. Dat is de grootste groep. 70% van de mensen is generator en dat kun je zeggen dat is het werkvolk. Die hebben eigenlijk hun ingebouwde energie hier zitten en die zijn ook bedoeld om vanuit hier beslissingen te nemen. En de Boeddha-belly noem ik dat wel eens, hè? De Boeddha-belly. Ja. En vanuit dit buikje beslissingen nemen, ja, we zijn natuurlijk aan het veranderen in de wereld en er wordt wel steeds meer over gevoel gesproken, maar als het gaat over het nemen van beslissingen, wordt er nog steeds wel gezegd van ja, je moet wel verstandig zijn. Dus je moet wel voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Nou, dat is misschien hartstikke goed in je vooronderzoek, maar uiteindelijk gaat het erom, zit er hier een klik, een aha, in human design zeggen ze aha, het hummen. Als er hier een aha zit op iets, dat is non-verbal, dus het is niet dat je daar woorden aan kan geven, maar je voelt aha. Dan voel je van, dit is wat ik kan gaan doen. Okay. Maar dat is vaak op iets wat voorbij komt, dus niet zelfstartend. Maar er komen treinen voorbij in je leven met allerlei activiteiten. En ondernemerschap kan er één van zijn. En als je voelt, aha, daar resoneer ik op, en een response daar... We zijn allebei generators. Dan is dat wat je kan gaan, kan gaan doen. Hey, en je hebt natuurlijk ook een mixed type, de manifesting generator. Ja. Maar die moet zich in principe gedragen als de generator, toch? Ja, je kunt zeggen vanuit de conditionering zijn manifestors gewend om, of manifesting generators gewend om al heel snel te reageren. Dus ze zeggen meestal aan het begin, als je als manifesting generator meer je generatorschap wil gaan leven, doe eerst maar een stapje terug. Want eigenlijk zijn de manifesting generators wel de mensen die vrij goed kunnen ondernemen. Maar omdat ze zo gewend zijn om wel dingen op te pakken, doen ze dat vaak op een manifesting manier en niet op een generator manier. Dus het is echt, wacht op die respons, als die daar is, ga het dan maar doen. Maar dan zijn manifesting generators wel vaker de succesvolle ondernemers, om het zo even heel... Want die hebben ook die energie, zeg maar, die de manifestors missen. Ja, die zijn net even wat sneller, zitten iets sneller op het juiste spoor, zijn iets meer initiërend dan de generator. En qua marketing, wat is daar de goede aanpak? Ja, ik zeg altijd van vooral gewoon doen waar jij een respons op hebt. En als dat marketing is, zou dat marketing kunnen zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook zijn dat iemand anders jouw werk in de wereld zet. Het kan ook zijn dat je helemaal geen marketing doet en niet eens een website hebt. Ja, dat klinkt heel raar. Maar dat mensen via andere wegen op je pad komen. En dus het gaat eigenlijk over zoveel mogelijk je aha-leven. Dus als je 10 activiteiten hebt en mensen zeggen tegen ja, maar je moet wel nu dat in de wereld gaan zetten. Ga maar onderzoeken op welke manier je dat zou willen doen. En de manier waarop een aha zit, die zou je kunnen proberen. Okay. Dus de ene generator die kan dus wel op netwerkborrels en adverteren als hij hier voelt, aha, dat moet ik doen. Ja. En de andere die zit eigenlijk gewoon te zitten. Ja. Er zijn mensen die worden doodongelukkig van netwerkborrels. Ja. Vooral niet doen. Nee. Dan gaat je energie gaat daarheen. En de energie die je weggeeft, want dat in energietermen is dat je geeft je energie weg. Ja. En dan ben je dus niet thuis bij jezelf. Dus dan heb je niet de energie die je eigenlijk hebt om te doen waar je wel voor gekomen bent. Of waar je wel een aha op hebt. Okay. Dus dan ben je niet thuis. Dat is niet zo handig. Dat is letterlijk niet thuis. Ja. Dus waar de manifestor zeg maar die zelf initiërende energie heeft en dus iets in de wereld kan zetten, is bij de generator meer wachten op. Op de respons. Totdat je ergens op reageerde en voelde. Ja. En dat kan op marketing zijn, maar dat kan ook op andere plekken zijn. Ja. En als je iets doet waar je echt die positieve op voelt, dan kan je energie erop stoppen en dan is de kans op succes groter. Zeg maar. Ook hier wel interessant van, dit is weer een platgeslagen generator, zeg maar. Waar zitten daar de nuances? Waar moet je daar op letten? Nou, het is sowieso heel belangrijk om het verschil te weten tussen een emotional generator en een non-emotional generator. Okay. Een van de hokjes geeft aan dat je emotional bent of niet.
En als je dat wel bent, dan bestaat je leven een beetje uit golven. En dan is het wel heel belangrijk dat je niet vanuit enthousiasme ineens ja zegt. Ook niet als hij vanuit hier komt? Ook niet als hij vanuit daar komt. Want okay, bij de emotionals is het zo dat het leven bestaat uit golven. En het ene moment zit je op de top van de berg. En het andere moment zit je op het volgende item in het diepste dal. Oké. Okay. En ze zeggen van, je moet je beslissing nemen vanuit emotionele helderheid, vanuit clarity. En die waves die kosten zeker 3 dagen. Dus als je belangrijke beslissingen gaat nemen, zeg nooit binnen 3 dagen spontaan ja tegen iets. Nee. Maar, en dat doe je niet bij de onderneming starten, neem ik aan. Maar neem de tijd. En wacht tot je emotioneel voelt, hier word ik altijd blij van. En ook zelfs als er een dag is dat ik denk, nou het is wat minder dan nog steeds, dan voel ik van ja, nu word ik uiteindelijk wel blij van. Oké, dus dat is ook best wel een lastige eigenlijk. Ja, dat is een lastige. Dus het is ook een leerproces. Het is niet van, oh stop mij maar, zoals een heleboel management tools, zeg maar. Dan stop je de gegevens erin en dan komt er wat uit te rollen en dat is het. En ga het maar vanaf morgen doen. Of dit is wie je bent, maar dit is wie je bent. En er zit ook een leerproces in van hoe zorg je dat je niet vanuit je conditionering handelt, maar echt vanuit je ware zelf. Hmm. Dus in die zin is het ook wel een deconditionering. Ja, persoonlijk ontwikkelingstraject eigenlijk ja, ook. Ja, zo heb ik het ook wel ervaren. Ja, ja natuurlijk. En dan en manifesting generators, wat kunnen die dan nog anders doen, zeg maar, dan de generators? Waar kunnen die in de marketing? Ja, nu ga ik iets heel paradoxaal zeggen. Aan de ene kant zeg ik van je kan sneller dan de generator. Ja? Omdat je dat waarschijnlijk van nature al doet, zeg ik, probeer het nog maar even langzamer. Dus ga maar echt even terugzitten en ja, maar uiteindelijk tijd nemen en kijken wat er langskomt. Uiteindelijk kunnen manifesting generators kunnen het iets sneller, zeg maar, als ze het helemaal goed gevoeld hebben. Ja, het zijn vaak wel succesvolle ondernemers. Okay. Ja. Nou, hoeveel procent is dat, de manifesting generator? De helft daar weer van. Dus okay. 70% van de mensen is generator. En de helft? De helft is manifesting. Okay. Dan? Als ik het goed heb. Ik twijfel even. Okay. Dan hebben we de projectors. Ja. Hoe gaan die om met marketing en ondernemen? 21-22% van de mensen zijn projector. En een projector, dat zijn over het algemeen mensen als ze ontdekken dat ze projector zijn, daar best wel een beetje van schrikken. Ja. Want het zijn mensen die over het algemeen heel erg bezig zijn met hard werken, presteren, zichzelf op de kaart zetten. Ze willen graag gezien worden. Maar daar hebben ze helemaal de energie niet voor. Een projector heeft niet die aha-energie, die sacrale energie zoals ze dat zeggen, die de generator heeft. Dus ze lopen zichzelf vaak voorbij, voelen zich niet gezien omdat ze te hard proberen op een bepaald podium te komen, terwijl dat niet bedoeld is. En het zijn juist mensen dat als ze hun ware ik leven, dat ze heel veel leiderschap kunnen laten zien en ons kunnen gidsen. Ze kunnen al die generators die maar willen werken, kunnen ze heel goed helpen en spiegelen in wat de route is. Zowel wat de wereld van de mensen verwacht op het ogenblik, de grote veranderingen die er zijn, als dat ze individueel tegen mensen kunnen zeggen wat hun pad is. Dus zij zijn eigenlijk, zij zijn gidsend, zij zijn bemiddelend, zij hebben veel leiderschap, maar vanuit een vraag. Dus zij hebben een uitnodiging nodig. Oké, dus voor als ondernemer, hoe gaat het daar dan mee om? Hoe zetten zij iets in de wereld? Nou, projectors zijn vaak mensen die maar een handjevol mensen om zich heen nodig hebben. Dat vinden ze ook vaak wel prettig om niet in hele grote groepen te zijn. Dus een projector die zou voor zichzelf het beste zichzelf bezig kunnen houden met waar zijn interesse echt naar uitgaat, whatever it may be. Ja. En als hij daarop studeert en dat onderzoekt, dan kan het zijn dat anderen zien dat hij daar heel goed in is of dat hij daar iets kan betekenen voor een ander. En dan wachten op de uitnodiging. Wait for the invitation, zeggen ze in design termen. Je gaat gewoon wachten tot iemand zegt, zou je dit voor mij willen doen? Ja. Voor een generator is het vaak, of voor een projector is het vaak goed als een ander hem uitnodigt en dat hij daar een alliantie mee aangaat. Oké. Dus hij kan dan wel de leiderschap nemen van het bedrijf, bijvoorbeeld. Ja. Maar anderen zijn de werkers. En ja, het zijn vaak de, kleine allianties. Ja. En marketing, als ik zeg maar een pitter ben en ik zeg ik wil de wereld in, of als ik een
project en bedrijf heb. Lastig. Over het algemeen, de mensen die ik in mijn coachpraktijk tegenkom, die vanuit projectorschap marketingbedrijven, die raken meestal heel verbitterd daarover. Dat het niet aanslaat of dat ze heel veel geïnvesteerd hebben. Terwijl als bijvoorbeeld, ik heb nu even in mijn gedachten een fotograaf die projector is. En als zij heel veel met fotograferen bezig is en nieuwe lenzen uitprobeert en het landschap ingaat. En dan krijgt zij vanzelf de vraag, dan zet zij wel een foto op social media. Ja. Omdat ze daar zelf heel blij van wordt en dat is wat ze zo neerzet. Okay. En dan komt de vraag, dan kan het zijn dat iemand zegt, jij maakt mooie foto's, met jou wil ik wel een project doen. En plek was ook belangrijk voor de projectors? Ja. Voor de projector is het heel belangrijk om op de plek te zijn waar ze zich goed voelen. En dat kan ook social media zijn, of is dat geen plek? Dat kan, ja, dat weet ik nog niet helemaal. Dat is lastig, hè? Ja, volgens mij de energetische, het gaat over energie. Dus ja. Volgens mij is de plek van een social platform is een plek. Okay. Maar het gaat ook letterlijk over de fysieke plek. Waar zit je? Het gaat ook werkelijk over van... zit je in de juiste ruimte? Zit je op de juiste plek aan tafel in een vergadering bijvoorbeeld? Hmm. Maar ook ben je, terwijl je onderzoek doet op waar je geïnteresseerd in bent, ben je daarmee op de juiste plaats. Letterlijk gewoon fysiek de juiste plaats waar jij je goed voelt. Okay. Het kan een studeerkamer zijn, maar het kan ook zijn dat je het land in moet en dat je daar je foto's aan het nemen bent bijvoorbeeld. En dan kan het zijn, terwijl je in het land aan het lopen bent, dat de telefoon gaat en de vraag. Ja, dus qua ondernemerschap best lastig. Als je ook kijkt naar de standaard, zeg maar, wat er dan aangeleerd wordt. Hè? Dit zijn echt mensen die dus niet de boer op gaan. Die gaan niet zichzelf presenteren. Of wel? Nou, dat doen ze vaak juist wel. Ja? Want ze willen graag gezien worden. Dus van nature en vanuit conditionering. Wij zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met als je een ondernemer bent. Dan moet je initiatief tonen. Dan moet je jezelf laten zien. Ja, dan moet je alles doen. Dus vanuit... die invalshoek hebben ze vaak de neiging om het wel te doen. Maar ik zou ze juist adviseren, doe het niet. Doe het niet. Want hoe meer energie je daarin kwijt bent, hoe minder je het voor iets anders kan gebruiken. Maar je gaat ook niet op de bank zitten. Je gaat dat doen wat je leuk vindt op een plek waar jij... Nou, als jij lekker op de bank zit en daarmee bezig kunt zijn met jouw dingen te bestuderen, zou ik zeggen, ga lekker op de bank zitten. Oké. Hey, en waar zit daar nog een soort nuance in als we... kijken naar van wat voor verschillende lagen, waar kunnen ze nog meer naar kijken? Ja, ook daarvan hangt er weer af of je een emotional bent of dat je vanuit een projector bent die heel veel vanuit het mentale werkt of juist vanuit wilskracht. Dus daar is het ook wel belangrijk om te weten wat je innerlijke autoriteit is. Innerlijke autoriteit, ja. En dat kan dus ook in je hoofd zitten, of niet? Daar zit niet je autoriteit in de zin van dat je daar je beslissing mee kan nemen. Maar je kan het wel gebruiken ook in de... Ja, mentale projectors zeggen ze van, die zijn juist heel goed in te vertellen over waar ze zich mee bezighouden. Ja. En dat ze van plan zijn om een bedrijf te gaan starten bijvoorbeeld, daar kunnen ze over praten. En dan gaat het er niet zo over dat ze hun gesprekspartner daarvan overtuigen, maar dat ze zichzelf horen spreken. Ah. En daarmee voelen in de gebieden die open zijn, dus de niet gekleurde gebieden in de kaart. Of het hetgene is wat voor hun goed is om mee verder te gaan, zeg maar. Oké. Ja. We kunnen daar uren over praten, maar dat gaat dit veel te ver voor. Dan hebben we nog een laatste type. Ja. De reflector. Ja, dat is een vrij uniek type. Er is maar 1% van de mensen is reflector. Okay. En zij zijn eigenlijk, als je het zo makkelijk mag zeggen, de thermometer van de samenleving. Dus zij kunnen bijvoorbeeld ook heel goed in een groep voelen wat de stand van zaken van de groep is. Oké. Daarbij zie je bijvoorbeeld wel, omdat het energieprocessen zijn, dat als een groep op een soort verkeerd spoor zit, dat de reflector het gedrag laat zien van het verkeerde spoor. Oké. Dus die signaleert, die geeft het letterlijk en dat is soms ook onbewust. Ja. Dus die vertoont gedrag eigenlijk wat niet bij hem of haar past dan. Ja. En een projector die is eigenlijk bedoeld om zijn beslissingen te nemen met de cyclus van de maan. Dus een maand. 28 dagen. Dus niet overhaast dingen doen, de tijd nemen, ook weer over dingen praten. Niet om anderen te overtuigen, maar om zelf ermee bezig te zijn. Het is wel grappig die maand, hè? Want ik denk als ik ben een manifesting generator, denk ik een maand wachten, dat kan toch niet? Ja. En ik heb wel een soort een reflector een keer gesproken, die zegt, oh heerlijk, ja die maand, dat is precies. Dus dat is ook wel grappig, dat past dan ook echt bij je, dat voel je dan ook wel. Ja, ja. En marketing voor die reflectors? Ik weet niet, ik heb er geen advies in. Nee, hè? Nee.
Nee. Maar praten zeg je over wat ze, waar ze mee bezig zijn en, ja, en een maand wachten. Ja. En dan... Ja, dat is het. Dat is het. Ja. En zitten daar nog nuances in, zeg maar, qua lijntjes of vlag? Nou, zij hebben dus alles open. Dus als je naar hun plaatje kijkt, dan zie je dat alles witte vlakjes zijn. En je ziet wel allemaal lijntjes. En die lijntjes die zijn eigenlijk bedoeld om in die periode van een maand intern te onderzoeken. Dus eigenlijk al die thema's, want al die lijntjes hebben een betekenis. In die maand onderzoeken ze al die bruggetjes van oh, dit is op dat thema en dat is op dat thema. Ja, okay. Dus het is een bewustwordingsproces voor hun. En zij hebben niet een innerlijke autoriteit. Zij zijn juist bedoeld om eigenlijk volledig vanuit een conditionering te leven. Daar hebben zij ook geen last van. Nee. Want zij zijn zo bedoeld. Dus daar waar wij wel eens denken van oh jee, ik doe weer dat, terwijl ik dat eigenlijk niet zou moeten doen. Zij zijn bedoeld om die... De samenleving te weerspiegelen. Reflecteren. Te zijn over wat er is. Ja. Jeanette, dankjewel. Heel veel informatie. Ik denk dat mensen er heel veel aan hebben. Ik hoop het. Ja, nou, dat hoop ik ook. Wil je nou nog wat meer hierover weten? Ga dan naar mijn website www.intuitiefondernemen.nl. Bij online programma's zie je Human Design staan. Human Design Consult. En daar vind je veel meer informatie over Human Design en over wat je daar nog in verder zou kunnen.